vind altijd zo leuk. Als je door die trein loopt en je hebt nog niks gezegd, niks gevraagd. En er zijn al mensen die zeggen, oh nee. Nou ja, dat is meestal een uitdaging. Hallo. Hoi. Wie ben je? Lotte. Lotte, waar ga je naartoe vandaag? Naar huis. Naar huis? Ja. Joh, met zoveel tassen naar huis? Ja. Waar kom je vandaan nu dan? Wij komen nu uit Enkhuizen. Uit Enkhuizen? Ja. En waar woon je dan? In Kollum. Oh, oké. Nou, de logica ontgaat mij. Wat doe je dan in Enkhuizen? We waren met mijn ouders mee op de boot. Met je ouders mee op de boot? Hey, en er zit iemand tegenover je. Die was degene die zei, oh nee. Ja, klopt. Wie is dat? Shoshana. En wat zijn jullie van elkaar? Vriendinnen. Zal ik haar iets vragen? Dat mag. Of vraag jij haar iets? Nou, jij mag het wel vragen hoor. Ja, zal ik het doen? Hoe was ook je naam weer? Shoshana. Wat een bijzondere naam. Ja, klopt. Het is niet echt een Friese naam volgens mij. Nee, klopt. Waar komt het vandaan? Dat is Joods. Hey, jij bent meegeweest met je vriendin en haar ouders op de boot. Ja, klopt. Wat voor boot is het? Een zeilboot. Een zeilboot. Meer weet ik er ook niet vanaf. Er staat zo'n stok in de midden met wat van die linnen dingen eraan. Ja, dan is het een zeilboot. Ja, meer weet ik er ook niet van. Hé, hey, wat doe jij in dagelijks leven? Ik ga naar school. En ik werk, meer niet. Je moet het er echt uittrekken bij haar, hè? Het is toch vreselijk ook, hè? Dan hoor je te zeggen, ik ga naar school. En welke school zit je dan? Nou, ik heb net de HAVO afgerond. En ik ga nu naar Leeuwarden naar school. Friese Poort. Nou. Dan ga je al een beroepsopleiding doen. Ja. Wat wil je worden? Schoonheidsspecialiste. Jo. Ja. Ja. En dan straks je eigen salon? Ja, klopt. Zit ook wat visagisten en dat soort dingen bij? Ja. Dus misschien wat mensen die bij televisie werken voor de opnames beginnen, dat je er nog wat van kan maken bij me of zo? Ja, ik zal het onthouden. Oh, dan heb ik dat maar weer in de pocket. Hey, en jij, Lotte? Ik ben gezakt voor mijn HAVO-diploma. Nou, als vader zou ik denken, ik weet niet waar ze hier nu om moet lachen. Nou ja, ik kreeg wel 50 euro van mijn vader omdat ik gezakt was. 50 euro omdat je gezakt was? Ja. Ik hoop dat mijn dochter niet kijkt. Anders wil ze het ook of niet. Wat een aparte vader heb je. Nee, maar ik wist al vanaf het begin van het jaar dat ik het niet meer kon ophalen. Dus ja. Mijn vader vond het ook wel best. Zo van, nou hier, alsjeblieft. Doe heb je het gewoon verkloot of kon je het echt niet? Nee, ik heb het flink verkloot, ja. Maar ga je dan volgend jaar wel een beetje je best doen? Ik moet toch ook een beetje Ik word gestimuleerd door Shoshana, dus het moet wel. Nou, de manier waarop je erbij lacht, denk ik, vrees ik weer het ergste. Nee. Maar je mag toch ook niet twee keer zakken, hoor wel? Nee, dan moet je naar volwassen onderwijs. Ja. Of naar het mbo. Doe je best. Zal ik doen. Ga slagen met allemaal sevens. Nee, allemaal achten, toch? Allemaal achten, laat ze een poepje ruiken. Dat is de mentaliteit. Hoppa. Hey, hoppa. En veel plezier op de zeilboot. Dank je.